Zoals eigenlijk altijd, sfeerrijk, de Adelaarshorst. Een behoorlijk imposant dundoek. Hij weer terug op bekend terrein. Het was hier dat ze begonnen te scanderen. De fans van Go Ahead Eagles noppert in oranje. En daar heeft Louis van Gaal, de vorige bondscoach, goed naar geluisterd. Het leverde hem dus ook een overgang naar Heerenveen op, daar waar hij in de jeugd speelde. En nu eindelijk goed genoeg bevonden. We beginnen met een minuut stilte voor Jan Jongbloed. De man die twee WK-finales keepte. 74 en 78. Oud keeper ook van Go Ahead Eagles. Nu stilte voor Jan Jongbloed. Die van de week op 82-jarige leeftijd overleed. Go Ahead dat in de Eredivisie nog nooit van Heerenveen won in een thuiswedstrijd. Twee keer gelijk en zes keer vertrok Heerenveen met de volle buit. Kuipers, je mag het natuurlijk wel proberen en de eerste kans is daar ook meteen. Jacob Breum, net te weinig krachtig in die kopbal om Noppert echt te verontrusten. Goed werk van Dijl. En de volgende kans die treft Beldo. Victor Edwardsen met zijn eerste voor Go Ahead Eagles. De 27-jarige Zweed die 25 goals maakte op het hoogste niveau in Zweden. Voor Degerfors en voor Djurgårdens en nu zijn eerste goal te pakken heeft op het hoogste niveau in Nederland. De scheidsrechter draait zich om. Het zou best kunnen dat hij dat er een streep doorheen gaat. Ja, het is buitenspel. Oeh jongens, het is echt nauwelijks te zien. Het is de schouder van Edwardsen die net te ver is. Edwardsen, weer op het randje buitenspel hoor. En hij krijgt hem weliswaar langs Noppert. Dan is het Borgnewicz die die bal voor de lijn wegkrijgt. Willemsson. Nou, het speelt midden. Ja, over Edwardsen goed meegenomen die bal. Breum hard voor nu. En niemand om daarvan te profiteren. Het kan nog. Kuipers. Van de corner. Laten lopen. Dan Kuipers weer binnen. Oh, wat goed gedaan zeg. Heerlijk geplaatst. Geschoten. Deze hoekschop van Go Ahead Eagles, een hoekschop met een idee erachter. En als het dan op deze wijze wordt uitgevoerd, dan leidt dat tot heel veel vrolijkheid op de tribunes in Deventer. Breum. Willemsson, er langs. Willemsson er langs terugleggen en oeh! Bijna karambolerend gaat die bal er alsnog in. Oliver Edwardsen. Ja, en zo swingt het zeker met al die Noord-Europeanen voorin. Edwardsen, oh, dat is een fraaie beweging zeg. En dan gaat de bal op de stip. Omdat Oliver Edwardsen, die zo fraai die actie inzette, een tikkie kreeg. In de 16. En dat levert dus een glimlach op bij Oliver Edwardsen en een strafschop. Deze actie, hoppakee, prachtig gedaan. Bij Brouwers, daar komt Hoesuit Ali, stapt hem op de voet. En dan is dat een terechte beslissing. Noppert heeft nakijken. De goal is van Philip Rommens. De 2-0. En voor Rommens is het pas zijn derde goal dit seizoen. Links, ja, zien door Willemsson, hoef ik niet te vertellen eigenlijk. Kuipers, hard voor Edwardsen! Oliver Edwardsen bij de eerste en Victor Edwardsen ging naar de tweede. Oeh, dan is dit Charlie Webster, die scoort na de botsing. En bij Go Ahead Eagles zijn ze boos, is dat geen aanvaller van de keeper. Dan wordt er geprotesteerd en geeft Van der Laan ook nog twee mensen geel.
Het is een bal richting de 16 hoog. En daar gaat de Laan naartoe. Die komt in botsing met de speler. Ja, hij gaat voor de bal. En dat doet de Heerenveen-speler Nicola Jesku ook. En dan is hij voor Webster. Die schuift hem binnen en maakt er 2-1 van. En dus is de spanning ineens weer terug. Is nog aardig voor. En dan is dit Breum met de kans. En dan is het Keulert die ervoor zorgt dat het niet 3-1 staat. Lindhorst. Deel. Willemsson. Oh, ja. Het is dat Noppert langer is dan 2 meter. Hij kon er dus nog net bij. Die bal door Willemsson. Neergelegd daar bij de tweede paal. Van Charlie Webster. De rode kaart is al in de handen van Yannick van der Laan. Lindhorst had die bal al gespeeld. Keek die bal na, zag de tegenstander niet komen. En die kwam met übertriebene herten kwam hij binnengevlogen. Webster, een goal, maar ook een rode kaart. En daar gaat Van Ottelen weer eens in de fout. Dat is gebeurd hem deze tweede helft heel veel. En dit keer wordt het wel afgestraft. Is het Silla So die er 3-1 van maakt. Zie Van Ottelen in de tweede helft al een paar keer. Niet gelukkig, niet goed. En balverlies leidend. Dit keer wordt het wel afgestraft. 3-1. Sarawi, 1-2'tje. Sarawi komt ver en komt zelfs bij de bal en maakt zelfs een goal. Dit is wel een knappe goal van Sarawi. Eigenlijk in zijn eentje klaart hij deze klus. De wedstrijd is gedaan. En Go Ahead wint met 3-2 van Heerenveen. In een uiterst vermakelijke wedstrijd.